Ik zit hier in de Levensbron met mijn collega Anneke van der Velde. En voor ons op tafel ligt een boekje met een prachtige titel. De Verrekijkers, programma 2016-2017. Daarmee komt de eerste vraag meteen op. Anneke, de Verrekijkers. Bijzondere naam. Ja, dat is inderdaad een hele bijzondere naam. Het is een nieuwe naam. We hebben een prijsvraag uitgeschreven om een nieuwe naam te bedenken voor onze beide, wat we samen doen als geloofsgemeenschappen. En als we het over samen hebben, dan hebben we het over de doopsgezinden en de Lutheranen en... En de VVH, de vrijzinnig hervormde, Kampen Noordoostpolder. En er zijn allerlei namen opgekomen en het was ontzettend moeilijk om iets te selecteren. Maar op het laatste moment kwam deze naam de Verrekijkers. En dat past zo goed bij ons, omdat het tegelijkertijd het element in zich heeft van verkijken, een wijde blik. Maar ook dingen dichtbij halen en heel goed en genuanceerd en precies bekijken. En dat is in de wereld van religie en levensbeschouwing soms wel nodig, hè? Om eens een keer een wat wijdser perspectief te zien. Het wijdse perspectief is van belang, maar ook het genuanceerd en precies en zorgvuldig kijken. Dus tegelijkertijd verkijken, maar ook de nuances zien, zorgvuldig met teksten omgaan, met muziek, met cultuur en creativiteit. Heb ik het nou goed begrepen? Dit is een programmaboekje, dus hier staan al onze activiteiten in. Ik moet eerlijk zeggen, maar dan mag jij mij wel eens vertellen. Hoe zijn die activiteiten allemaal gerubriceerd? Ja, dat is een rijkdom aan activiteiten. We hebben dingen waar mensen gewoon aan mee kunnen doen. Bijvoorbeeld meditatie of de literatuurkring of filosofiekring. We hebben sprekers, bijvoorbeeld over liberaal christendom, Wouter Slob. Maar we hebben ook Frits de Lange over klaar zijn met leven. We hebben een spreker over humor en religie. Nou, dan hebben we ook nog optredens, muziekoptredens van Jiddische muziek. Het koor Coral, wat iets doet met Etty Hillesum in de dagen voor 4 en 5 mei. Het is een rijkdom aan activiteiten. Maar de belangrijkste voor het komende programma zijn eigenlijk de Passion. We gaan de Passion starten in Kampen, dat is nieuw. Top 2000 dienst gaan we doen, ook heel belangrijk. En we gaan de Bijbel lezen in 2 jaar, woord voor woord en regel voor regel. Met name drie laatste activiteiten. Van al deze activiteiten die in het programmaboekje staan, welke spreekt jou nou het meest aan? Want waar ga je voor? Ik ga voor de Bijbel in 2 jaar. Wat is, de Bijbel in 2 jaar, wat is daar nou zo spannend aan? Daar is spannend aan dat je de moeite neemt met een groepje mensen de discipline op te brengen om die Bijbel regel voor regel te lezen. Mensen hebben vaak een oordeel over de Bijbel, vinden het positief of negatief. Hebben er allerlei beelden bij, interpretaties. Maar wat we nu gaan doen is heel sec die tekst lezen, op ons in laten werken en kijken wat hij ons nu te zeggen heeft of juist helemaal niet. En dat gaan we waardevrij doen, dus zonder dogmatische interpretaties of betekenisgeving. Want het valt me op, als je met mensen over die Bijbel praat, dan de reacties zijn heel erg uiteenlopend. Sommige mensen die spreken met ontzettend veel waardering en respect over de Bijbel als zijnde Gods woord. En er mag geen komma aan gewijzigd worden. En andere mensen hebben zoiets van, die Bijbel, dat is een boek, dat is de bron, de oorzaak van alle ellende en haat in deze wereld. Ja, dat is inderdaad, in uiterste wordt daarover gesproken, hè? En echt zorgvuldig kijken wat er staat en rustig lezen wat de teksten nou eigenlijk zeggen. Dat is volgens mij heel waardevol om dat te doen in deze tijd. Ja, het is jouw voorstel om in 2 jaar tijd die hele Bijbel te gaan lezen, van begin tot eind? Ja, en dat is natuurlijk wel een krachttoer en dat vergt wat van de mensen. Maar het is dan wel iets wat je ook kunt zeggen, dat heb ik gedaan in mijn leven. Ik ken die Bijbel helemaal van kaf tot kaf. Je zou het niet bedenken bij de vrijzinnigen. Maar volgens mij wel een hele goede basis om ook te kijken wat die Bijbel
tegenwoordig voor jou in jouw leven kan betekenen of helemaal niet. Dat staat vrij. Maar mag ik nu jou iets vragen? Ja. Wat vind jij het mooiste onderdeel in ons programma? Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik kijk al heel erg uit naar die top 2000 viering die we op, ik geloof dat het 12 december is dat we die gaan doen. En ik heb ook wel wat met de Passion. Dat is voor de eerste keer dat we, ja, we gaan in Kampen gaan we de Passion, die landelijke Passion, proberen in een soort verkleinde vorm in Kampen uit te voeren. Daar kan ik zo nog wel even wat over vertellen. Maar die top 2000 viering, daar kijk ik heel erg naar uit. Ik ben zelf van de popmuziekgeneratie. Ik ben opgevoed met muziek, met popmuziek, met een spirituele inhoud. Wij zaten vroeger op onze studentenkamertjes niet alleen maar... Ja, natuurlijk we speelden gitaar en we maakten met piano en zo. Probeerden we al die liedjes na te spelen. Maar we probeerden er soms ook achter te komen of er in al die popmuziek... of daar ook wat spirituele of religieuze muziek in te vinden was... En, nou ja, en toen zijn we tot de ontdekking gekomen. Er zijn honderden prachtige songs met een hele diepe religieuze, spirituele betekenis. Kun je er eentje noemen waarvan je zegt van nou, die moet zeker een plek hebben in die viering? Ja, nu, ik ben bijvoorbeeld heel erg onder de indruk van het nummer Hallelujah van Leonard Cohen. Ja, het is al 20, 30 jaar oud. Wordt overigens op een prachtige manier tegenwoordig door verschillende artiesten uitgevoerd. En het nummer Halleluja van Leonard Cohen, dat gaat over het verhaal van David en Bathsheba. Ja. En over de gebrokenheid van de schepping. Dat Leonard Cohen zich in dit nummer afvraagt. Oftewel, als je zoveel pijn, verdriet en lijden ziet... in de wereld, of er dan wel een God is... en waar die God dan is... en hoe die God zich dan manifesteert, enzovoort. Dus met andere woorden, er is... Ja, dat is een van die nummers. Elvis Presley is de zanger... die de meeste gospelsongs heeft gezongen. Elvis Presley heeft 100 gospelsongs op zijn naam staan. Dus ja, er moet er vast wel eentje tussen zitten. Dat soort liederen krijgen zeker een plek in die viering, hè? Nou, nog eventjes over de Passion. Want is het nou de bedoeling dat we hier in Kampen een kruis rond gaan dragen over de Burgwal? Als ik die vraag aan jou stel, wat is dan jouw antwoord? Ik zou daar enige moeite mee hebben. En ik weet ook dat jij daar anders in staat. Maar ik ben benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt. Nou, ik zie onszelf niet met een... ik zie onszelf niet... met een kruis over de Burgwal lopen. Ik stel me zo voor, het belangrijkste deel van de Passion... dat zal zich afspelen in de muziektent op de Nieuwe Markt. En dat we op een of andere manier op een paar andere plekken... nog iets doen met muziek in het park of bij de Bovenkerk. Dat kan ik me heel goed voorstellen, maar ik zie ons niet... met een hele grote optocht door de stad wandelen achter een kruis aan. Dat is niet helemaal... Ik weet het niet. Dat lijkt mij niet. Nee, waarom niet? Ik zou heel graag, en dat mis ik eerlijk gezegd wel een beetje bij die landelijke organisatie van de Passion. Het wordt dan iets te theatraal. En ik zou liever wat meer nadruk willen op de kwaliteit van het verhaal. Rondom dat verhaal van Jezus en Judas... ik heb daar ooit overigens voor de acteur Henk van Ulzen een tekst voor geschreven over een dialoog tussen Jezus en Judas. Dat verhaal, daar zit zo ontzettend veel in dat je daar eigenlijk al een heleboel mee kunt. En aangevuld met 6, 7, 8, 9 liederen. Op dezelfde manier als ze dat bij de landelijke Passion doen. Maar dan uitgevoerd door plaatselijke en regionale zangers. Ja. Ik denk dat we het iets ingetogener ook gaan doen, hè, dan dat landelijke festival. Allereerst om een budgettaire reden. Er is lang niet zoveel budget en er hoeft geen televisie bij. Tenminste niet op die manier. Het zou hartstikke leuk zijn als die meneer die daar achter de camera zit... er de volgende keer ook bij is om de Passion op te nemen. Die top 2000 viering op te nemen. Maar daar gaan we het nog wel over hebben.
Maar nee, het zal, het, ja precies, het zal wel wat ingetogener gaan. Maar we hebben er ontzettend veel zin in. Nou, we hebben een prachtig programma. Volgens mij wordt het een heel erg mooi en waardevol jaar. We gaan zo nog even naar het programmaboekje toe. Maar ik heb nog eventjes één vraag of misschien zelfs wel een opmerking. Weet je wat ik nou eigenlijk hier het spannendste aan vind? Is om de wereld van religie en levensbeschouwing gewoon wat dichterbij te krijgen. Dat het over dat religie en levensbeschouwing, al die bijbelverhalen. En dat het niet over de kerk gaat, maar dat het over een ver verleden. Maar dat het over onszelf gaat. Ja, het gaat over de persoonlijke belevingswereld van mensen. En de laatste jaar of de laatste eeuw eigenlijk is het een soort vorm geworden waar mensen zich soms persoonlijk niet zo in herkennen. En ik denk dat ons programma helpt om die persoonlijke beleving van religie en spiritualiteit weer op gang te brengen. Over dat programma gesproken. Komende zondag, de 18e september, is er in de Lutherse kerk, in het Lutherse kerkje, een viering. Jij en ik gaan daarvoor. Ja. Ja, dat is een gezamenlijke startdienst, ook met de doopsgezinden samen. Nou, ik denk dat het fijn is dat jij even vertelt wat de komende zondag gaat gebeuren. Waar gaan we het over hebben? We gaan het hebben over de verrekijkers, hè? En het verkijken, de wereld vanuit een wijdsperspectief bezien. Maar ook naar jezelf kijken, in je hart kijken, in je leven kijken. Die dubbelheid zit erin. Ook kijken naar de samenleving. Ik denk dat geloof niet kan zonder ook betekenis te geven in de wereld waar je leeft. Dus het is ook kijken naar de samenleving vanuit je spiritualiteit of geloofsbeleving. Dat gaan we zondag doen. Het zal feest zijn. Het is startdienst, dus veel zingen, lezen, met elkaar beleven. Daarna gaan we samen eten, heb ik begrepen. Voor de kinderen. Ja, we gaan eten op de plek waar we nu zitten. Er is wordt een fantastische Indische maaltijd wordt er klaargemaakt. Over verrekijkers gesproken. Hè? We kijken ook ver met de maaltijd, maar halen die heel dichtbij. Dus ik denk dat het een prachtige dag wordt zondag. En een geweldige start van ons programma 2016-2017. Ja, ik vind het altijd heel erg fascinerend om een programma samen te stellen voor komende zondag. Zowel met gewoon orgelmuziek. Dus Henk die zal het orgel bespelen. Maar er zal ook een dame zijn die de harp bespeelt. Een meneer die achter de piano kruipt. Mensen die verhalen vertellen over hun perspectief. Hun verre kijk op de wereld. Dus ja, dat kan. Wij ook. Hè? Wij ook. Ja, ga acte de présence geven met onze verhalen. Ja, wij gaan twee keer een mini-preekje houden. Ja, twee keer een mini-preekje. En de ervaring leert ons dat wij heel verschillende invalshoeken ook hebben. Dus het wordt vast ook weer een mooi mozaïek aan zingeving en hoe je naar teksten en liederen kunt kijken. Ben je niet bang als we dit allemaal zo opnoemen dat het de viering die begint om 9:15, ben je niet bang dat we niet om 10:45 klaar zijn? Ja, mensen, we lopen soms wel eens een beetje uit, hè, in ons enthousiasme. Maar deze keer zullen we de vinger aan de pols houden. Dus het blijft binnen een uur. Is dat een belofte of een dreigement? Aan mij zal het niet liggen, zullen we maar zeggen. Vraag, dat boekje van de verrekijkers, we hebben het hier nou op tafel liggen. Waar zouden mensen dat kunnen verkrijgen? Ik weet in ieder geval dat het hier in dit gebouw in de Levensbron ligt. Maar ja, de deur is daar vaak door de week van op slot. Dus, ja, nou, niet altijd hoor. Mensen kunnen best proberen binnen te komen. Ja. Maar via de website, hè? Is het boekje te verkrijgen via de VVH of de Lutheranen. Ja. Komende zondag bij de... Wat het adres is van onze... De website, ik zal ze nog even noemen. www.vrijzinnigkampen.nl en www.lutherinkampen.nl. Dus daar kunnen in ieder geval de mensen terecht. Komende zondag ligt het programmaboekje ook bij ons in het kerkje. Dus als de mensen binnenkomen lopen en ze willen een programmaboekje hebben, dan... Of ze kunnen, wat mij betreft, mogen ze ook mij wel even een mailtje sturen op info@rinusvanwarven.nl.
dan kan ik in ieder geval altijd zorgen dat ze dat programma boekje gewoon toe. Dan kunnen, lieve mensen, stuur mij even een mailtje info@rinusvanwaver.nl of een sms'je. Op 0629737309. Dus 0629737309. Komt helemaal voor elkaar.